Ja, dat is een enorme doorbraak voor politie en justitie. Tientallen onderzoeken naar zware georganiseerde misdaad, misschien wel honderden onderzoeken, groot aantal liquidaties, drugshandel. Het is, ja, de vlag hangt uit bij zowel politie als justitie. Advocaten zullen er wat minder blij mee zijn. Reken maar dat advocaten, nou ja, ze zien natuurlijk werken aankomen, dus daar zijn ze wel weer blij om. Maar een aantal van hun cliënten hangt, om maar even zo te zeggen. De politie heeft 7 terabyte aan data veiliggesteld, vergelijkbaar met alle tekst uit 7 grote universiteitsbibliotheken. Het afgeschermde netwerk bestond uit ongeveer 40.000 telefoons. Politie en justitie verwachten dat een aantal liquidaties waarbij grof geweld is gebruikt nu snel op te kunnen lossen. Om welke zaken het gaat, willen ze niet zeggen. Ja, het gaat om liquidaties in de Amsterdamse onderwereld. Nou ja, dat zullen recente liquidaties zijn van Marokkanen, van Antillianen vooral. Ik denk dat je het in die hoek moet zoeken. Maar dat wilde hij niet bevestigen. De goede verstaander denkt hierbij aan de liquidatie van Gwyneth Marta. Hij had een telefoon die eerder niet te kraken bleek. Lijstra vermoedt dat ook de liquidatie van Nabil Amzib, wiens hoofd vandaag precies een jaar geleden werd aangetroffen voor Shisha Lounge Fairouz, sneller opgelost kan worden. Maar ook zorgt de doorbraak voor veel onrust in het criminele circuit. Nou ja, een heel luguber gevolg kan zijn nieuwe liquidaties. Hè? Dat mensen denken van ons onderzoek was afgeschermd. Wie heeft er gepraat? Wie heeft er met die versleutelde PGP-smartphones? Pretty good privacy. Nou, gelukkig niet. De privacy is doorbroken van deze criminele gebruikers. Maar het kan zijn dat er wraakacties worden uitgevoerd. Dus het gaat echt tot veel onrust leiden. En dat merkte ik ook wel. Mijn telefoon stond de afgelopen uur niet stil. Lijstra verwacht dat eind dit jaar of begin volgend jaar een groot proces wordt opgetuigd. Een soort passage 2.